Wissen? Ja. Dan zit je zomaar bij op schoot. Even. Ja, mijn handen. Dat kun je ook doen. Als jij even een kadoes uit Emma pakt. Nou, precies in die lopen. Wat is een kadoes? Een kadoes is een verpakt zakje met geld. Oké, laden. Laden. Komt ie. Is dat alles? En op het moment dat we die lading inbrengen, wordt er aan de achterkant, en zo in het zand gaat, wordt een lont gestoken. Dan wordt die lading heel zachtjes tegen. Link hier hoor. Helemaal zetten. Niet, gasten is allemaal weg. Dit is niet zomaar een feestkanon, dit is dus een echt, hè? Dit is een echt, hè? Ja. Nou, dacht het wel. Het enige wat we niet doen, anders krijgen we echt ruzie met die mensen daar in de flats. Is het kantoor, joh. Beetje stroom? Ja, dat is om het geheel af te dichten. Anders zou je alleen maar een steekvlam krijgen. Zo, daar had Dirk van den Broek in je dingen. Die staat niet verkeerd gericht, man. Dag van één polis, dat is wel een leuke dag. Dat stoppen we amper luchtdicht af, zeg maar. Dat is een beetje hetzelfde idee als een rotje. Hè? Je hoort dan niet het kruid, maar je hoort eigenlijk het kapotscheuren van het karton. Ja. Een beetje hetzelfde idee. Als de druk maar hoog genoeg is, dan geeft het er van al. Ja. En dan? En dan hebben wij iemand met een lontstok. En waarom een lontstok? Je zou zeggen, je kunt gewoon een lucifer met het lontje houden, is het ook klaar. Het pandje met een hand slaastal wordt opgeblazen nu. Een paar meter eindelijk gezetten, moet je terugslaan. Dus je wilt op veilige afstand van dat lontje. Wil je hem afsteken? Dat doen we met de lontstok die mijn collega hier nu. Maar luister, we hebben hier een geweldige burgemeester. Ik neem aan dat u zich hoogstpersoonlijk over zijn veiligheid waakt. Nou, ik, als u het goed vindt, dan ga ik even een stapje achteruit. We hebben hem net. Succes, burgemeester. Succes. Naar voren, Willem. Is er een belangrijke burgemeester voor de zekerheid? Nou, dames en heren, dit is dus echt, 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 heel echt kanonierswerk. Professioneel. En we gaan eens kijken wat het resultaat is. En dan richten we ons blik naar de balput en dan gaan we eens kijken wat zich daar gaat afspelen. En ik hoop dat meneer Dekker dan weer blij is dat het een beetje lichter wordt. Er staat de wethouder met de vingers in de oren. Die heeft dat meer gehoord. Ja, hij is geladen. Zo, geweldig, dames en heren. Oh. En nu gaan we kijken naar de put waar u dat prachtige vuurwerk zit en we gaan kijken. Oh. Nou, dit is nog het begin, dames en heren. Nee, kijk het. Er is nog een rondje eromheen. Geweldig. Nou. Dames en heren, prettige feestdagen. En allemaal van harte gefeliciteerd. Succes met de realisatie. En ik zou zeggen, we gaan zo dadelijk aan de poffertjes en de gluwijn. Geweldig. Amersfoort van harte. Het Eénplein gaat van start. De grootste kerstboom van Amersfoort. Daar zitten een hele hoop lampjes in, maar ik heb me laten vertellen, dames en heren. Het is de meest duurzame boom die er bestaat. Het is allemaal LED. Het is allemaal, ja, conform de duurzaamheid, een van de vaandels van dit project. Prachtig gezicht. Ik heb niet gezien.
dames.